De meeste mensen vinden het raar om een man achter een naaimachine te zien. Mensen hebben toch de mening over veel modeontwerpers gay zijn of zo, of andere dingen. Terwijl dat nergens op slaat. Iedereen heeft zo zijn talent en dat moet ontwikkeld worden. Ik heb uiteindelijk wel bereikt wat ik wilde bereiken. Dat is voor mij nog belangrijker dan andere zaken wat mensen denken. Op zijn 14e ontwierp Dennis van Doorn al kleding. Na de modevakschool beproefde hij zijn geluk in Turkije en zijn deelname aan een Turkse talentenjacht opende meer modieuze deuren. Begin 2014 is hij teruggekeerd naar Rotterdam om zijn kennis en ervaringen te delen met jongeren uit de wijk. Dit is het wijkatelier. Er wordt nijles gegeven, productie, maar ook heel veel projecten eigenlijk. Ja, dan kom je hier achter, hè. Dus dat is het atelier en dit is de achterruimte. En hier zit ik eigenlijk met de jongeren. Nou, ook mijn eigen werkplek is toch meer hier zo achter. Ik vind het heel belangrijk dat de jongeren niet blijven hangen. Er is talent en dat moet geontwikkeld worden. Eigenlijk zou elke ondernemer dit moeten gaan doen in Nederland. Zodat de jongeren zichzelf sneller kunnen ontwikkelen en elkaar kunnen ondersteunen. Ik ben hier in het atelier gekomen om zeg maar te kunnen groeien. En Dennis bood me de mogelijkheid aan. Ik heb geleerd van Dennis hoe ik om moet gaan met mijn ondernemerschap. Hoe ik omgaan met klanten. Mijn marketing. Ik ben zelf ook jong geweest. Ik heb zelf nooit de kans gehad om op zo'n jongere leeftijd zeg maar, te gaan ontwikkelen hoe dat tegenwoordig gaat. En als ik zeg maar iemand mee kan geven qua of dat ik het dan ben of Dennis het nou is om iets mee te geven, ja, dat zou helemaal mooi zijn eigenlijk. Mijn doel is gewoon succesvol ondernemer zijn en zoveel mogelijk andere jongeren helpen. Die ook hun dromen willen waarmaken. Ik doe een pet inspannen. Dat moet je helemaal goed inspannen. En dat gaat zo meteen in de borduurmachine. En ik ga dan een logo borduren. Het logo wat je op de schermen zag, is inmiddels op de pet weer. Zo snel gaat het. Zo, ik moet hem nog alleen wel afwerken. Dat gaan we ook even doen. Voor inspiratie en benodigdheden hoeft hij niet ver de deur uit te gaan. De Afrikanerpleinmarkt heeft alles wat hij nodig heeft. Ik kijk veel naar de andere collega's modeontwerpers. Ik probeer eigenlijk een tussenweg te vinden wat hun maken en wat nu ook een beetje in is. Vanuit daar ontstaat eigenlijk mijn collectie. Ja. Maar voor je ritsen nodig. Waar je moet op letten is iets vernieuwend. Als je naar de grote jongens kijkt, modeontwerpers. Het zijn meestal niet draagbare kleding, vind ik zelf hoor. En natuurlijk als je groter wil worden, de marketing en jezelf laten zien door modeshows. Ja, dus het lijkt makkelijk, maar er zit een hele weg nog ertussen. Ja. Maar het kan, alles is mogelijk. Maar als ik het kan anderen het ook. Hey, bedankt, tot ziens. Bedankt. Ja.